Drie goede doelen krijgen vandaag een mooie cheque overhandigd bij Welfare. Daarvoor is een actie gedaan. Henry Frens vertelt wat er precies gebeurd is. Nou, onze telemarketeers, dat zijn de 12, die maken afspraken met mensen die geïnteresseerd zijn in onze producten voor een bezoek aan huis. En wij vonden het mooi om eens een keer in 2 weken tijd lokale initiatieven te steunen door middel van sponsoring. Dus wat hebben we gezegd? We gaan 3 doelen uitzoeken hier uit de eigen buurt. De hospice, verborgen armoede en het vergeten kind. En als een van onze telemarketeers een afspraak maakte met een klant of een potentiële klant voor een bezoek aan huis, mochten ze per afspraak €7,50 doneren aan 1 van die 3 goede doelen. En of dat bepaalden ze zelf of in overleg met de klant. Nou, en die actie die bleek succesvol te zijn, want er zijn mooie bedragen opgehaald. Ja, dat was geweldig, want in die 2 weken tijd hebben we eigenlijk A, nog nooit zoveel afspraken mogen maken. En B, hebben we bedragen op mogen halen. En dat zijn toch wel de moeite waard, want ik heb zelf een briefje staan. Het vergeten kind, €745. Hospice de regenboog, €922,50. En verborgen armoede, €612,50.